Het Sluiskiltunnelproject bestaat uit meer dan de tunnel. Het gaat ook om toegangswegen en een viaduct. Een viaduct dat de aansluiting is tussen de bestaande en nieuwe weg van de Westerschelde-tunnel naar Pakweg Antwerpen. Tussen de N61 en de N62. Klaar zijn, want dan wordt de nieuwe weg al in gebruik genomen. Dat gaat zeker lukken. We zitten helemaal op schema. Het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien, dat is het weer. Als we van de winter een lange vorstperiode krijgen, dan is het mogelijk dat we de planning niet kunnen halen. Zo te zien moet er nog wel het een en ander gedaan worden, want deze betonnen palen staan nogal scheef. Maar het is juist de bedoeling dat we ze scheef erin slaan. Juist om die horizontale krachten over te brengen naar de ondergrond. Nog even flink doorwerken en dan is dit viaduct klaar in het voorjaar van 2013.